Welkom bij deze uitleg van de solo die ik heb gespeeld bij het lied God zegent ons op de opwekkings-CD. En voordat ik er iets over ga zeggen, wil ik je even die solo eventjes nog een keer voorspelen in een wat langzamer tempo. Ik ga even wat zeggen over fraseren. Wat in de jazzmuziek, jazzpopmuziek heel erg veel wordt gedaan is fraseren, dus eigenlijk zinnetjes maken over de maat heen. Normaal gesproken zou je misschien gewend zijn om heel erg op de maat te denken. En dat je dan elke keer een zinnetje start op de tel, of de eerste tel van de maat, zeg maar. Maar deze overfraseren, dus over de maat fraseren, betekent dus dat je eigenlijk gewoon die eerste tel van die volgende maat niet voelt, als het ware. Dus dat je iets krijgt van 2, 3, 4. Dus eigenlijk benadruk ik niet meer de eerste tel, maar eigenlijk de tel die daar of daarvoor of daarna is. Nou, dat heb ik dus met die aanvangszin heb ik dat ook zo gedaan. Ik begon 1, 2, 3. Dus dat is als je het goed doortelt 1, 2, 3, 4, 1. Dus mijn accentnoot zit net na de eerste tel. Later doe ik dat dingetje ook alweer, zeg maar. Dus dat ik over de maat heen soleer, fraseer. Want het vervolg van die zin is. Dus tel even mee. 2, 3. Als ik ervoor heb gekozen om op de tel te gaan zetten, dan krijg je dus dit. Of iets dergelijks. Maar nu heb ik ervoor gekozen om de zodanige over de maat heen te fraseren. 2, 3. Net een 16e na de eerste tel. Wat misschien een goede oefening zou kunnen zijn, is dat je de toonladder voor een bepaald gedeelte is op de tel gaat spelen. En daarna ook net na de tel, een 16e na de tel om precies te zijn. Dus dan krijg je dus dit op de tel. En dan 16e na de tel. 1, 2, 3, 4. En wat zie je dan als je goed kijkt naar de plectrum? Daar waar het op de tel is, heb ik een downstroke. 2, 3, 4. En daar waar ik op de 16e na de tel speel, heb ik een upstroke. Maar niet zomaar een upstroke. Het is een upstroke in dezelfde beweging. Alleen als ik even gewoon mijn plectrum, mijn metrum aanzet en ik neem alle opslagen mee, dan kom je dus op die 16e terecht. 1, 2, 3, 4, 1. Tel nu. Dus aan de beweging veranderde niks. Maar wel aan wat neem je mee? De downstroke of de upstroke? Thank you.